Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland bezet was door Nazi-Duitsland, maakten vele jonge mannen de oversteek naar Engeland om vanaf daar te vechten tegen de Duitsers. Het was een gevaarlijke tocht, dat deden ze met een klein bootje over de Noordzee en soms ook ter land en ter lucht. En het was niet zonder gevaar en niet iedereen haalde deze oversteek. Vandaag de dag noemen wij hen de Engelandvaarders. Hoi, mijn naam is Bruno en ik ben vlogger voor Shot of Culture. En ik ben vandaag bij het museum Engelandvaarders in Noordwijk. En het museum is in de voormalige munitiebunker genaamd Atlantiqual. Ja, hier worden de verhalen verteld van mensen die de oversteek maakten vanaf bezet Nederland in de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Om vanaf daar te vechten tegen de Duitsers. Dit deden ze door zich bijvoorbeeld te voegen bij de Royal Air Force, bij de marine. Of ze werden bijvoorbeeld geheim agent. En die verhalen worden hier binnen verteld op een prachtige manier. Het raakt me best wel erg, omdat ik, het gaat eigenlijk over mensen die mijn leeftijd hadden vaak. Dus jonge jongens die eigenlijk heldendaden verrichten. En het wordt op een prachtige manier verteld. Dus nou, ik ga niet alleen het museum bezoeken, maar ik ga ook iets heel erg vets doen nog. Ik ga als een van de eerste de nieuwe game spelen die dit museum heeft ontworpen. En in deze games kruip je in de huid van de Engelandvaarders en kom je voor dezelfde keuzes te staan als zij destijds moesten maken. En ik ga dit niet alleen spelen, maar met de 10-jarige Elise. Nou, als je het museum binnenkomt, is een van de eerste dingen die je ziet, is een hele muur vol met portretten van Engelandvaarders. En dit moet een van de eerste ontmoetingen zijn geweest na de oorlog van alle Engelandvaarders bij elkaar. Dat noemden ze dan het genootschap van Engelandvaarders. Hier zie je ook hun medailles die ze droegen. Van deze genootschappen, maar ook mensen die zich niet bij deze genootschappen hadden aangesloten, hebben in 2015 gezegd deze verhalen van de Engelandvaarders mogen niet verloren gaan. En daarom is dit museum in 2015 geopend om deze verhalen te vertellen. En ik ga jullie meenemen en een aantal van die verhalen aan jullie, met jullie delen. Nou, een heel bekend verhaal is natuurlijk het verhaal van Soldaat van Oranje, dat ook over de Engelandvaarders gaat. Hier in het museum wordt echter wel gezegd dat deze heldenverhalen ook een vertekend beeld geven van de Engelandvaarders. Omdat het niet alleen maar studenten waren die de overtocht maakten, maar allerlei soorten jonge jongens. En vaak gingen ze helemaal niet alleen maar over zee, maar gingen ze ook over land. Ze maakten geweldige lange tochten om in Engeland te komen, terwijl het eigenlijk natuurlijk aan de overkant van de Noordzee was. Maar er zijn zelfs mensen gegaan via Rusland en via Amerika om uiteindelijk in Engeland uit te komen. En dat wordt in dit museum heel mooi verteld op een aantal manieren. Ik ga jullie zo meteen even een projectie op de grond laten zien waarin ze de routes afbeelden die de Engelandvaarders aflegden. Dat vind ik echt heel mooi gedaan. Als je eenmaal in Engeland aankwam, dan was het natuurlijk niet meteen van dat er een rode loper lag en dat je bij de koningin op de koffie mocht komen. Want je kon ook een verrader zijn. Dus als je in Engeland aankwam, werd je eerst verhoord. En dat wordt in deze verhoorkamer uitgebeeld. Ik ben nu in de vierde ruimte en je ziet dat het steeds wat lichter wordt. En in deze ruimte wordt het heel duidelijk voor wat voor een keuzes eigenlijk de Engelandvaarders kwamen te staan als ze eenmaal in Engeland terecht waren gekomen en ze wilden tegen de Duitsers gaan vechten. Dan hadden ze eigenlijk de keuze uit de luchtmacht, op zee te gaan vechten, op het kantoor natuurlijk, als geheim agent of bij de landmacht. En zelfs hier staat ook nog naar Indië. Ja, die keuze maakten ze natuurlijk niet zelf, die werd ook voor hen gemaakt. Er werd gekeken wat hun capaciteiten waren en wat ze aankonden. Er worden ook heel veel persoonlijke verhalen verteld in deze ruimte. En eentje daarvan wil ik aan jullie laten zien. En dat is namelijk het verhaal van Max Tailleur. Die kun je misschien wel kennen als cabaretier. In de jaren 70 kon je de Geinlijn bellen en dan kreeg je een mopje te horen van Max Tailleur. Hij is zijn hele familie verloren in de oorlog. En hij zegt zelf, ik maak grappen zodat ik niet hoef te huilen. Ik vind het wel weer mooi dat dit museum verhalen die voor ons misschien best wel ver weg lijken, die maken zij weer heel tastbaar en persoonlijk. In 2014 hebben een aantal kleinkinderen van Engelandvaarders in deze boot hier achter mij een herdenkingstocht gemaakt. Dit is eenzelfde soort bootje als waarin hun overgrootvaders dus de tocht naar Engeland maakten. En die hebben zij toen nagedaan. En daarvan zijn de beelden ook te zien in dit museum. Nou, als je dat schip achter me ziet, schip, bootje, dan kun je je denk ik wel voorstellen dat het geen relaxte reis moet zijn geweest over de Noordzee onder barre omstandigheden en zonder hulp. Nou, in het museum is nog veel meer te zien, maar er is ook net een nieuwe game opengegaan hier in het museum en het heet
Bestemming Engeland, durf jij het aan? En die game ga ik spelen, maar dat ga ik niet alleen doen. Maar dat ga ik samen met Elise doen. Ja. Stel je even voor, Elise. Ik ben Elise. Mm-hmm. Ik ben 10 jaar oud. Waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam? Ja. Weet je eigenlijk al wat een Engelandvaarder is? Nou, eigenlijk nog niet. Waar denk je aan bij een Engelandvaarder? Ik denk aan mensen die naar Engeland zijn gevaren. Ja. Ja, dat. Dat hopen we natuurlijk in het spel nog veel meer over te leren. Ja. Nou, dat gaat vast gebeuren. Mm-hmm. En we hebben net al een paspoort moeten aanmaken. Ja. En daar moesten we kiezen wat we wilden zijn. Want wij gaan in de huid kruipen van de Engelandvaarders. Ja. We konden verzetstrijder zijn, mm-hmm. zwarthandelaar, smokkelaar, spion. Wat heb jij gekozen? Ik heb een spion gekozen. Dus jij kan wel goed mensen voor de gek houden? Ja. Nou, dat komt waarschijnlijk heel goed van pas, hè, als wij de oversteek willen maken naar Engeland. Ja. Oké, en ik heb gekozen voor zwarthandelaar. Hey, wij gaan het samen doen. Ja. Ik heb heel veel zin in. Ik ook. Oké, we hebben op de knop start gedrukt. En de eerste opdracht is in beeld. Wat moeten we doen? We moeten naar ruimte B. Oké, ruimte B staat hierop, ja. En dan moeten we een knop gaan vinden. We moeten op zoek naar een knop. Ja. Kom, we gaan het doen. Ja, en er is ook een aanwijzing. Oké. Hij moet ergens daar zijn. Bij een deur. Bij een deur moet hij zijn, oké. Dus het kan hier. Zie je hier een deur? Ja, daarachterin zie ik een deur. Daarachter zie je een deur, oké. Oh ja, ik zie hem. Zie je hem? Ja, hier. Dat doe je heel goed. Heel vlot. Druk maar. Wat gebeurt er nu? Volgens mij zie je wanneer de oorlog begint. Dus we hebben net op de knop gedrukt en nu zien we allemaal beelden van het begin van de oorlog, hè? Ja. Oké, Elise, we hebben net even een rustig plekje opgezocht in het museum. En we hebben net twee filmpjes gekeken. Kun je vertellen, wat hebben we gehoord? Ja, we moesten binnen 75 minuten moeten we opdrachten uit gaan voeren om Wim te helpen. Ja, want Wim Lindenburg die gaan we dus helpen om naar Engeland te komen, hè? Ja. Want Wim Lindenburg voor man? Hij is 42 jaar en hij helpt Joden. Dus hij zit in het verzet, hè? Ja. En hij helpt Joden bijvoorbeeld aan onderduikadressen. Maar nu zijn de Duitsers hem op het spoor. En wij moeten dus daarom zorgen dat Wim binnen 75 minuten hier in het museum, moeten wij zorgen dat hij naar Engeland komt. Ja. Spannend. Oké, de volgende vraag is, hoe hoog is de boete voor schepen die Engelandvaarders meesmokkelen naar Engeland? Om erachter te komen moeten we naar ruimte D, want hier ergens in deze ruimte is een hint. Je ziet het al, hè? Ja. 20.000 gulden. Dus we weten het antwoord. Ja. Vul maar in. Oké, in spel 2, die is weer heel anders ingedeeld, krijgen we allemaal foto's te zien. Die moeten we zoeken in dit museum, hè? Ja. Maar die foto's zijn niet helemaal, maar voor de helft. Ja. Hier zien we een half bootje, denk ik, met allemaal water. We zijn nu op het water, soort van. Ja. Dus we moeten deze halve boot zien te vinden. Ik zie hier nog een bootje. Ik zie hier wel een bootje. Dit is hem, denk ik, hè? Ja. Yes. We hebben hem goed. High five. Oké, we zijn nu bij het morsecodeapparaat. Dus wij moeten zo meteen een bericht gaan ontcijferen. Best kort zijn ze. Ja. Dat is de I. De letter I. Wat staat er? Veilig. Veilig, dat is het woord, hè? Ja. Klik maar op bevestig code. We hebben het goed. Elise, kijk eens. Ja. Wie zien we hier in beeld? Zien we mij. En jij hebt Nederland een grote dienst bewezen. Ja. Want, wat heb je gedaan dan? Ja, ik ben een spion geweest. Ja, en je hebt Wim Lindenburg helpen oversteken naar Engeland. Mm-hmm. Elise, wij hebben samen Wim Lindenburg bevrijd. Ja. High five. Goed gedaan. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd, wat vond je ervan, van dit spel wat je hier hebt gespeeld bij Engelvaarders Museum? Ja, ik vond het leuk. Nou, ik heb heel veel geleerd. Mm-hmm. Ik hou wel van leren. Je was ook heel slim, je wist heel veel antwoorden. Kan je vertellen, wat heb je dan geleerd? Oh, vooral over Wim. En vooral over hoe ze vaarden. Mm-hmm. En waar je ook heel goed in was het ontcijferen van morsecode. Ja. Kun je dat vertellen? Hoe gaat dat? Even voor de kinderen die kijken en nog niet weten wat morsecode is. Morsecode is een soort van een pieptaal. Bijvoorbeeld A is bijvoorbeeld piep.
piep. Ja. Dat. En dan kan je zo het ontcijferen en het zelf, ja, typen. Nee, dus dan konden de Duitsers het niet onderscheppen, hè? Ja. Ja, heel, heel cool, heel goed gedaan. Weet je, zou je dit aanraden aan andere kinderen? Ja, heel erg. Ik zou meteen komen. Ja, toch? Dus iedereen moet hier naartoe komen om dit spel te spelen, toch? Ja, het is superleuk. Yes. En je leert echt superveel. Goed gedaan. Yay. Dames en heren, dit was het Museum Engelandvaarders. Ik vond het echt een genot om hier te zijn. Een supermooi museum die verhalen op een hele mooie en originele manier weet te vertellen. De game doet dat ook echt super tof. Ook voor kleine kinderen. Die game kun je alleen spelen, maar je kunt het ook bijvoorbeeld met groepen doen. Dus ja, misschien kan je wel met de hele basisschoolklas bijvoorbeeld hier naartoe of de middelbare schoolklas. En dan leren jongeren over geschiedenis op een hele leuke speelse manier waarbij ze in de schoenen gezet worden van Engelandvaarders. Dus ga hier zeker naartoe. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Shot of Culture en ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Tot de volgende keer. Doei!